Vader Wouters, zo bent u hier gekomen in 2007. Ja. U kwam toen uit Zambia. Mm-hmm. Maar wij zeggen gewoon meneer pastoor. Ja, dat komt eigenlijk omdat ik, toen we de eerste keer met het hele parochiebestuur bij elkaar kwamen, toen vroeg ik aan al die mensen daar bij elkaar, hoe willen jullie mij noemen? Ja. Pastoor, pastor, meneer pastoor, vader, Wim, welke naam wil je me geven? Zei meneer pastoor. Hebben ze altijd gedaan hier, er is geen andere naam. De Kempenaar over het algemeen is heel gastvrij. Ja, klopt. Die voordeur, als ik dat durf om bij een voordeur aan te bellen, nou, dan komt de hele familie komt mee helpen om oma's die deur mee open te laten trekken. Nou, en dan weet ik dat ik mezelf heb aangediend als een zeer vreemde niet-Kempenaar. Nee, precies. Dat is wel leuk. Had ik ergens ook nog een fiets staan? Een fiets, zo'n home trainer. Maar ik fiets niet iedere dag 10 kilometer. En zo heb ik ook de reis naar Spanje, die 2800 kilometer, ja, heb ik met mijn home trainer, ben ik op en neer naar Santiago geweest, voor een Compostela. Dat maakt niet uit. Ja, Wie heeft nou de tijd? Ik heb nog een volle baan. Hè. U heeft nog wel een volle baan? Ja, ik ben voor de missionarissen van Afrika. Daar ben ik dus. Ja, Nou, vroeger noemen ze het witte paters, omdat wij... De witte paters, ja. Ja, wij hadden een witte jurk aan. Nou, heette dat een jurk? Nee, dat heette een gandoura. Een gandoura, kijk, wij leren nog wat. En een burnoes. Ja. Dat was die er overheen ging. Ah, oké. Okay. En dan zat er boven op je hoofd. Ja. En dat zou ik best kunnen gebruiken nu met die... Daar knippen we eruit. Met dat gorbas of... Dat knipt er maar uit, hè? Dat plekje knippen we er wel uit. Ja. Dat gaat wel lukken. En er stond een rode pet op. Een chesia heette dat. Een chesia. Ja, maar ook een fez. F-E-Z. Z. Ja, de kinder van de puzzels. Maar Mario, die wou ik wel aan de neen noemen. Maar als je dat kan doen of je... Nou, het gaat goed. He? Het gaat goed. Het gaat goed, hè? Ja. Dus dat is een taal die... Als ik een telefoontje krijg uit Afrika... Ja. En ze bellen me op... En dan is het... Inshallah Bafuata. Bafuata, dat is Bafarer. Farer. Hm? Bafuata. Ah. Nou, en dan onmiddellijk begin ik terug te praten. En dat komt, daar hoef ik niet meer na te denken. Dat is... Ja, zit erin gebakken. Dat zit erin gebakken, ja. Heel ik denk, als ik over een jaar of 3, 4 weer eens een keer terugkom hier in de Kempen, dat ik mijn donges vergeten ben. En dan hier meteen weer hup. Weer hup. Of je moet gauw op reis gaan. Dan breng ik een mooie luxe... hoe heet zo'n ding ook alweer? Ik heb geen idee. Jawel, je hebt er nog geen, hè? Nee. Nee, maar goed, ik krijg hem van u, dat weet ik zeker. Nee, je moet thuis van de kinderen proberen te krijgen. Ja, nee, is dat zo? Een rollator. Rollator? Nou, die heb ik nog wel een. Ja? Die heb van de carnavalsrace. En in 3 kleuren. Ja, goed. Nou, nee, allemaal in ieder geval, als ik hier terugkom, dan denk ik dat het heel makkelijk is om weer gewoon hier... De taal te spreken van de mensen. En ook heel makkelijk mensen herkennen. Oh ja. Namen niet, dat is afgelopen. Maar herkennen onmiddellijk. En de voetbalclub? Ja. Wat heeft die daarmee te maken? Dat kan ik niet volgen. Nee, maar het is goed dat je dat vraagt. Ja. Bijvoorbeeld in Hulsel. Ja. Dat is bijna het hele team. Ze zijn bijna allemaal getrouwd. Ja. En dan komt het hele team met de families. Die komen allemaal naar de kerk toe. Ja. En dan zitten er een paar tussen die nog niet getrouwd zijn. En die hebben het zo eens goed bekeken. En dan een week of 2, 3 in de hand zijn ze hier op de stoep. Komen onszelf laten inschrijven. Dus ik heb in Hulsel heb ik heel veel. Trouwens ook in Hoge Mierde. Maar dat is niet van de voetbalclub. Nee. Weet niet wat daar vandaan komt. Ik denk door de opvoeding van de ouders. Ik weet het niet. Dat weet ik nee. niet. Nee. Ja. Maar u gaat ons verlaten hier. Als je me vraagt, wat betekent dat voor je? Kijk, ik heb in mijn leven nogal wat banen gehad. Ja. En nogal verschillende gebieden waar ik gewoond heb en gewerkt heb. En ja, ik heb heel dit als afscheid moeten nemen. Ja, precies. En daar ben ik eigenlijk een beetje... Zeker niet leuk.
Nee. Maar dan ben ik eigenlijk toch wel aan gewend geraakt. Zeker. Dat, nou, ja. Daar raak je aan gewend. En dan weet je, ik ben nou dat hele huis hier. Daar hebben ze mee helpen leegmaken. Het is verschrikkelijk, een leeg huis. Ja, dat is helemaal niet leuk. En zo gauw mogelijk weg. Maar ja, dat, hier blijf je niet wonen. In de maatschappij veranderen ontzettend veel dingen. Ja. En ja, in onze kerk ook. De kerkstructuur die is veranderd. Er is nu een nieuwe parochie ontstaan. Nou ja, ik vind het voor de mensen van Lage Mierde is het toch wel anders dan voor Hoge Mierde. Want die kerk blijft. Dat symbool ja. Daar in het midden, dat blijft. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat... dat de mensen daardoor, ik denk dat ze hier meer geraakt zijn door het sluiten van de kerk. Dat denk ik en ook wel. En dat ook een heleboel, ik zie nu al dingetjes ontstaan die positief zijn. Hmm. En bijvoorbeeld, 2 jaar geleden hebben we hier een daar hebben jullie ook een stukje van uitgezonden, van een Maria-beeld. Een oud beeld dat de pastoor weggegooid had. Ja. En dat is opgepakt. En dat is, enfin, een heel lang verhaal. Ja. Er staat een heel mooi Maria-beeld nou in de kerk. Ja. Nou, die kerk wordt gesloten. Wat doen we met een Maria-beeld? Ja. Nou, en dan zijn er mensen op, ja, die zijn bezig met een kleine comité. Die zijn bezig om daar te denken aan de bouw van een nieuw kapelletje. Ja. Waar dit Maria-beeld in komt te staan. En dan zie je ineens ja, een heel stel mensen die andere mensen weer nodig hebben, ook financieel. En die komen bij elkaar om daar zo'n kapelletje neer te zetten. Nou, en dat is gezond. Net als wat we nu bij de kerk hier hebben neergezet, een absolute plaats. Ja, ik zie dat in de Kempen overal. Niet alleen zijn de kerststallen. Ja, heel in. Hè? Ja. Dat hoort echt bij de cultuur hier. Maar de kerkhoven, ja, jullie zijn bijna Duitsers hier in de Kempen. In Duitsland is er ook een ontzettend respect voor die Friedhoven. Hè? Dat zijn van die vredesplaatsen, hè, waar mensen iedere zondag naartoe gaan om bloemen neer te zetten en weet ik wat meer. En dat zie je hier ook. Hier is... Er gaat geen dag voorbij of er zijn mensen hier op dat kerkhof. Dat is heel mooi om te zien. Ja, dat is prachtig om te heel zien. Heel mooi om te zien, ja. En ik wil heel erg hartelijk danken voor die tijd die u hier aan ons gegeven heeft in onze parochie. En ik wens u het allerbeste. Dank je wel. Een handje erbovenop. Ook. Meneer pastoor. Kijk, een petje. Wil je ouders een petje? Een petje. Is dat geweldig? Ja, ik vind